TW Classic Festival, een klassiek muziekavontuur. TW Classic is een festival naar een klassiek en beproefd recept. Het grijpt terug naar de formule die in Werchter gangbaar was tot 1994. Een mooie, zomerse dag, een festivalterrein met één podium, een fijn en uitbundig publiek en een selecte groep van artiesten met een straf palmares. TW Classic is ondertussen zelf een klassieker geworden. Braille Adams staat bekend als een van de meest gepassioneerde live muzikanten ter wereld. Met 17 studioalbums, waaronder de Grammy-genomineerde So Happy It Hurts, Pretty Woman, The Musical, heeft hij een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn songs hebben hem tal van prijzen en onderscheidingen opgeleverd, waaronder 3 Academy Award-nominaties, 5 Golden Globe-nominaties, een Grammy Award en 20 Juno Awards. In 2025 zal hij opnieuw toeren doorheen de VS en Europa, met een bijzondere tussenstop in Werchter op zaterdag 28 juni. Robbie Williams. Met een indrukwekkend palmares, waaronder 6 van de 100 best verkochte albums in Groot-Brittannië, ruim 80 miljoen verkochte albums wereldwijd en maar liefst 14 nummer 1 hits, heeft Robbie Williams zijn plek in de muziekgeschiedenis meer dan verdiend. In 2022 behaalde hij met zijn 14e nummer 1 album in Groot-Brittannië, waarmee hij het record voor solo-artiesten brak en niemand minder dan Elvis Presley overtrof. Inclusief zijn albums met Take That komt Williams op een totaal van 19 nummer 1 albums. Zijn laatste passage op de Wei van Werchter dateert van Werchter Boutique in 2017.